Rick is zo lui dat we jouw hulp nodig hebben. Teken mee in ons nieuwe stripboek. Vanaf nu verkrijgbaar in alle boekhandels en online. Hey mensen. Of ja, mensjes. Ik ga jullie voor het slapen gaan een klassiek sprookje voorlezen. Even zien. Assepoester. Saai. Roodkapje. Ken ik al. Dan hebben we Rapunzel. Saai. Sneeuwwitje? Die hebben we de vorige keer al gehoord. Dan zit er maar één ding op. Dit zijn 10 sprookjes die het net niet gered hebben. Ik denk niet dat het de bedoeling is dat je al deze versnaperingen mee naar huis neemt. Hou jij eens even je klep dicht? Jij gaat mij niet vertellen wat ik moet doen. Oh. Excuses. Zou je misschien met me willen dansen? We zijn immers op een feestje en het is pas 9:00 s'avonds. Is het al 9:00? Ah, f*** man. Het begint die aflevering van Hex on the Beach al. Dat kijk ik altijd met mijn 2 stiefzussen. Dus ik moet gaan. Later! Oh, Assepoester, wacht! Hou je muiltje bij je. Wat zeg je? Huh? Dat ik mijn muil moet houden? Nee. Huh? Ah, zelf lekker je mel, man. Ah, zo. Dit bijtje komt me niet bekend voor. Godverdomme. Oh, dat was de sushi van gisteravond, denk ik. Wacht, is dat mama? Eindelijk. Ik had hier nooit bereik in dit verlaten hutje op mijn oude Nokia. Maar dat probleem is nu opgelost. Zie hier, deze hypermoderne houten robot waarmee je ook kan bellen. Welkom op aarde, Pinocchia. Hallo, vader. Oké, bel mama. Ja, dat kan dus niet, hè. Je hebt van mijn neus de antenne gemaakt. En die antenne wordt alleen groot als ik lieg. Vertel dan een leugen. Zoals wat? Dat je mijn outfit lelijk vindt, bijvoorbeeld? Ik vind je outfit verschrikkelijk. Maar er gebeurt niks. Nee, die Vibra-outfit is ook wel echt ontzettend lelijk. Geruite blouses zijn ook echt al 20 jaar niet meer in de mode. Aansteller! Je bent een aansteller! Wat een pestkop! Ik heb een pestkop gecreëerd! Doe normaal, jouw ouwe gek! Eens kijken of die sprookjes gelijk hebben. Oké, kikker, als ik jou straks een kus geef, verander jij in een prachtige prins. Oh. Gozer, meen het serieus, gadverdering man. Ben ik van die heksenvloek af, is het door zo'n plebs. Het is gewoon een jurk van AliExpress, joh. Raam bens. Baba. Nou, toch maar weer een sprookjestinder gaan installeren. Prins Richard, zoon lief. Wordt het niet eens tijd voor een prinses aan uw zijde? Een prinses? In deze familie doen wij niet aan zesjes. Minstens een 8. Maar hoe weet ik zeker dat deze dame echt de ware is voor mij, moeder? Richard, als een dame door een laag van 10 matrassen een 8... Een 8! Aan haar tedere huidje voelt, dan kan het niet anders dan een prinses zijn. Ja, Richard, verlies je maagdelijkheid. Kan je vader je van alles van leren? Ik ben benieuwd, mijn zoon. Maar dit is geen prinses, geen prins 7, maar een prins 10. Zacht zult gij slapen, jonge dame. Oh ja. Oh, ik ben er bijna. Ja. Nu weet ik zeker dat zij de ware voor mij is. Ze heeft de 8 gevoeld. Ik zei een groene 8, Richard. Geen knal-8. Gaat het? Ze is dood. Hey ho. Doe je zo. Stop eens. Wat is er? Je zingt de verkeerde tekst. Wat dan? Het is cadeau. Oh ja, die. Oh ja. Hey ho. Wat een schattig klein huisje. Daar wil ik naar binnen. Ik ben namelijk gek op kleine schattige dingetjes. La. Stop, jongens. Er klopt hier iets niet. Nu wel.
Er is hier iemand naar binnen gegaan. Kom mee, jongens. Hey, mensding! Wat doe je op mijn grond? Ik ben hier alleen maar aan het slapen. Ja, slapen, dat is mijn grond. Oprotten! Maar ik kan koken en poetsen. Oh, chill. Jongens, ik kan poetsen en koken. Totaal niet seksistisch, ja? Dit. Ja, ja, nee, chill. Blijf maar. Oh, mooi. Oh, hey, een appel. Ah, shit. Die is helemaal kapot. Zullen we hem maar begraven? Dat kan niet, want als we een kuil graven die diep genoeg is voor haar, dan komen we er zelf niet meer uit. Nou ja, dat klopt. Hoho, hey. Een lekker wijf in huishoudfolie. Daar moet een glazen kist voor stellen, zie je dat niet? Nee. Nee, snap ik. Mag ik haar zoenen? Dat heet necrofilie. Niet in sprookjes. Nee, dat is waar, doe maar. Ze wordt weer levend. Oh! Die zat dwars. Woe! Heb ik altijd last van als ik appels eet. Zo Hans, op deze manier kunnen we de weg altijd terugvinden. Zo ben ik tenminste op tijd voor mijn halfjaarlijkse tandartscontrole. Oh, moet je kijken Mietje, dat huis is volledig gemaakt van snoep. Oh nee, snoep, suiker, overal suiker. Dat kan maar één ding betekenen. Opeten? Nee, tanderosie. Jij ook altijd met je panische gedrag Mietje. Kijk hoe lekker dat eruit ziet. Nee, wat doe je? Wat doe je? Ach, zoethout, niemand houdt van zoethout. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan het huisje, hè? Hij was het. Wat? Is dat zo? Ja, want ik lust geen snoep. Wist je dat de bacteriën in je mond de suikers omzetten in een zure en die vallen vervolgens je tanden aan? Ik wil echt nog niet dood. Dus jij lust geen snoep? Weet je wat we met mietjes doen die geen snoep lussen? Die gooien we in de snoepkerker. Oh nee, de Jamin-heks. Ja. Ah nee, niet de snoepkerker. Meer voor mij. Nog steeds ranzig. Eindelijk, daar ben ik dan. De toren waar prinses Rapunzel woont met haar prachtige, lange haren. Rapunzel, Rapunzel, laat je haren vallen. Rapunzel, laat je haren vallen. Rapunzel, drop je haren. Yo, irritante prins. Mijn haren drop ik niet. Maar als ik iets ga droppen, dan drop ik die beat. Wacht, maar jij bent Rapunzel niet? Rapunzel die dag laatst. Het is er niet pluis. Daarom is ze 2 weken geleden verhuisd. Wat? Verhuisd? Maar waar naartoe dan? Naar een torentje in het Binnenhof in Den Haag. Degene die daar woonde deed niks, dus de kosten waren laag. Nou, oké, prima. Maar kun je alsnog je haar naar beneden laten vallen, dan klim ik naar je toe. Vooruit dan maar. Pak alleen geen schaar. Wow! Sorry Gladjanus, die klap had je niet verdiend. Maar dit waren mijn extensions, vriend. Je voelen jongen, van baksteen dit. Oh. Ja! Ja! Zo hé, wat een stoot! Hé, schatje, waar ga jij heen? Zo alleen? Ik ga grootmoeder koekjes brengen. Of ja. Een koekje van eigen deeg. Je denkt toch niet dat ze... Dat ze grootmoeder gaat... Nee, dat kan. Hier is de enige echte stootkapje. Au, dat wordt bloeden voor stootkapje. Nou, dan weten we in ieder geval wel hoe ze aan het rode kapje komt. Ja, we kunnen dat beter blauw oogje noemen. Oké, fijn dat jullie allemaal bij deze sprookjesvergadering kunnen zijn. Ook jij, Doornroosje. Weer een hele fijne toevoeging dit. Goed, we moeten het hebben over het sprookje Bellen en het beest. Want dit kan echt niet meer, jongens. Een meisje dat verliefd wordt op haar kidnapper? Dat is niet van de moderne tijd. Het moet vernieuwen. Misschien in plaats van Bellen en het beest, Bellen en de geest. Wow. Ik weet niet, maar het lijkt op een bestaand sprookje of zo. Misschien Bellen op het feest? Lang zal ze leven. Nee, Bellen op een feest. Hallo? Hallo? Ik hoor je niet. Hallo? Ja, of frikandellen op een feest. Ja! Yeah! Hey! Nee, wacht jongens, dit is allemaal veel te ver gezocht. Wie ben jij trouwens? Oh, ik ben Klein Duimpje. Gast, Klein Duimpje zit daar. Mijn duimen zijn gewoon gemiddeld hoor. Oh, ik bedoel de grote boze wolf. Dat ben ik.
Oh ja, de prinses op de echt. Die is niet meer welkom sinds het knalechte incident in 2016. Oh, SpongeBob? Dat is niet eens een sprookjesfiguur. Nee, ik bedoel, ik ben hollebolle Gijs. Hollebolle jongen, goed je weer een keer te zien. Ik zie het nu ook inderdaad. Oh man, dat is handig. Kan ik eindelijk mijn aantekeningen van deze vergadering weggooien? Oké, agenda punt 2. Oh, wacht. Oké, de lunch, jongens. Wie heeft er weer giftige appels geregeld? Nou, ik was in de... Van een of andere plebs. Mijn accent gaat echt alle kanten. Dan kan het niet anders dan een prinses zijn. Ja, sorry. Staan hier vier mensen te lopen. Dan kan het niet anders dan een prinses zijn. Jongens! Een